Yes, nummer TV, daar zijn we weer. Dit is het cultureel testteam. Vandaag zijn we in Nijmegen bij de Lindenberg. En we gaan kijken naar Meet in Nijmegen. De juryleden gaan zometeen bepalen wie er gewonnen is. Ik zal zeggen, blijf kijken, zodat je kan zien wie de winnende ontwerp is. Yo, let's go! Ik heb patronen ontworpen gebaseerd op de identiteit van Nijmegen. Daarin kan je alle elementen van Nijmegen herkennen, zoals bijvoorbeeld een wandelaar, een fietser, de brug, maar ook een windmolen. En deze heb ik in de kleuren van Nijmegen gedrukt op stof. En daarvan heb ik verschillende huiselijke producten gemaakt. Ik heb een vierjarige opleiding gedaan en ben nu 2 jaar bezig met mijn eigen bedrijf. Mijn ontwerpstudio heet Studio 180. En ik hou me voornamelijk bezig met het ontwerpen van huisstijlen en alle vormgeving die daarbij komt kijken, zoals bijvoorbeeld een website. En ik ben daarin ook gespecialiseerd in fotografie. Made in Nijmegen is een platform voor Nijmeegse producten. Dus wat we eigenlijk doen is laten zien wat er voor toffe dingen uit Nijmegen komen. Dus van de Nijmeegse bodem en dan vaak unieke stuks en mooie producten. En die zetten we op een website en daar doen we promotie voor. En daarmee zetten we eigenlijk de Nijmeegse maakcultuur beter op de kaart. Dus dat is eigenlijk wat we doen. Dus we willen eigenlijk mensen motiveren om die nog geen ontwerper zijn, maar wel misschien een goed idee thuis hebben, dat die de kans krijgen, omdat we daar geld voor beschikbaar stellen, dat ze dat ontwerp tot uitvoering kunnen brengen. En je hoeft dus geen opleiding te hebben. Gewoon voor iedereen? Ja, het was voor iedereen open en dat was ook echt de insteek. Wat ik net al zei, dat je anders mensen uitsluit en dat wilden we juist niet doen. We wilden juist zorgen dat gewoon het beste idee van Nijmegen boven kwam drijven. Rondlopen met Nijmegen in je hand. Het klinkt onmogelijk, maar met ons design kan het. Ik ben Hanne en ik ben Elze. En dit zijn onze pak een beet Nijmegen tassen. Dag, vind je het spannend? Ja, wel een beetje, ja. Hoe staan jullie ervoor, denk je? Ik hoop goed. We hebben in ieder geval wel de online stemmen gewonnen, dus dat zal een goed teken. Hoeveel stemmen hebben jullie zo net in jullie doos gehad? Of hebben jullie nog niet geteld? Jawel, 19. Wij zijn Jordan en Joost. Wij presenteren Slipper Slof. We hebben hier een Slipper Slof, ons nieuwe product. Dat hebben we samen ontwikkeld. En we doen mee met de wedstrijd van Meet in Nijmegen. Okay. De jury zit ook achterin. Ja. Die zijn aan het bepalen of jullie gaan winnen. Zijn jullie zenuwachtig? Ja, we zijn best wel zenuwachtig, ja. We hebben wel iets de spanning voor de presentatie, maar dat is altijd belangrijk om te hebben. Heb je al geteld hoeveel stemmen je? We hadden er 7 of 6. Ja, 6, niet zo heel veel. 6+1, zeker. Maar ik hoop dat we de jury overtuigd hebben met onze slipper. Het is een spannende strijd zal het worden. Ja. Ja. Dus nu heb ik een fietslampendag die zichzelf oplaadt door middel van een contactloos dynamo. En als je dan klaar bent met fietsen, kun je hem van je fiets afhalen en hem dan gebruiken als powerbank voor je mobiele telefoon. Op deze manier kun je langer met de accu van je mobiele telefoon doen en je kunt langer doen met je fietslamp. Hoe denk je dat je ervoor staat? Ik heb geen idee. Ik hoop goed. Ik heb redelijk wat stemmen. Je hebt de stemmen geteld? Ja. Hoe valt je er dan? 15. Het is redelijk wat, dus hopelijk vindt de jury het ook goed. En hoe denk je dat je ervoor staat dan? Ik denk wel goed. Als dat een indicatie is van hoe goed de jury het vindt, dan... Denk je dat je gaat winnen dan? Nee, ik weet het niet. Yes, Nimmer TV, daar zijn we weer. Dit is het cultureel testteam. En vandaag zijn we in de Lindenberg gekomen in Nijmegen om te kijken naar het ontwerp die de mensen hebben gemaakt. En de jury's gaan zometeen bepalen wie er gewonnen is. Dus ik zou zeggen, blijf kijken en zometeen ga je weten wie de winnaar is. Yo! Winnaar is geworden. Kloppen, hè? Nummer 1, ja. De knaapjes. Ja, hoe we daartoe zijn gekomen? Ik denk dat we gezocht hebben naar een product wat echt voor Nijmegen staat. Wat een alledaags product is. Dat waren natuurlijk de Nijmeegse knaapjes en de Nijmer allebei. Iets wat heel alledaags is en daardoor misschien niet opvalt, maar juist wel heel sterk vormgegeven waren. Ja. Maar de knaapjes hebben de doorslag gegeven. We wensen jou en je gasten een warm welkom in de entree van je huis, je bedrijf of horecagelegenheid. Daarom stellen we je graag voor aan de Nijmeegse knaapjes. Ik ben Erik Scholten. En ik ben Marloes Dekker. Nou, jullie hebben gewonnen. En wat zijn de volgende stappen voor jullie?
Ja, het echt realiseren van de Nijmeegse knaapjes. Dus. Ja, in productie. We gaan hiernaast nog meer dingen ontwikkelen, naast deze knaapjes. Maar eerst vieren en eerst deze vier uitbrengen en dan... En dan uitbreiden. Onze concepten die we in ons hoofd hebben uitwerken en in de markt zetten. En stel je voor, het komt volgend jaar weer en er komen nieuwe leden die mee willen doen. Waar moeten zij specifiek op letten als zij willen winnen? Nou, ik denk dat het Nijmeegse karakter wel een hele belangrijke rol speelt. Maar tegelijkertijd, mensen moeten vooral nadenken over hoe ze innoveren met hun product. Hoe ze echt iets nieuws weten neer te zetten. En daarvoor moeten ze samenwerken en ook op zoek gaan naar nieuwe materialen. Dat zou ik willen benadrukken. Maar het was ook de eerste keer dat ik meedeed aan een wedstrijd. Dus ik heb bijvoorbeeld geleerd hoe je een product goed moet presenteren. Hoe je überhaupt meedoet met een wedstrijd, pitchen, want we moesten ook voor film een pitch voorbereiden. En ik heb mezelf en mijn producten onder de aandacht gebracht bij mensen en ook de jury. En zal je volgend jaar ook meedoen? Ja, ik denk het wel, als dat kan. En ik denk dat het een hele leuke mogelijkheid is om bezig te zijn met je eigen ontwerpen en zo met heel veel nieuwe mensen in contact te komen, dus zeker. Dat was het weer voor vandaag. Het was vandaag super druk. Het was een volle zaal. Ik heb genoten ervan. Mede Nijmegen was aan. Ik zou zeggen, volgende week check weer naar Nema TV. Let's go, Cultureel Tastteam.